Ja, welkom bij HZ Xi'an, dames, waar de familie Banaan nog even zich voorbereidt op de bekerwedstrijd tegen Haarlem. En het zal vandaag een thriller worden en in dat eerste part blijft Xi'an bij Haarlem in de buurt. En hier een fantastisch doelpunt op de midvoor van Femke. En het is duidelijk aan deze beelden dat de jeugd wordt ingepast dit seizoen. En gaan we naar dat tweede part. HZ Xi'an blijft in de buurt en er wordt daar een gele kaart uitgedeeld aan Jeroen. En daar, ja hoor, daar komt hij, de rode kaart. Wat gebeurde er precies met de rode kaart? Ja, ik scholde hem echt helemaal finaal. Dat dachten wij op de tribune al. Ja, dat dachten wij helemaal niet. En dus zetten we in herhaling dat geluid wat harder. Nou, dat viel dus best wel mee voor een rode kaart. Ik heb de meiden ook mijn excuus aangeboden, want het is volkomen terecht. Ja, verstandig. Ja, het is je vergeven, Jeroen. In ieder geval het tweede part. Xi'an blijft bij. De stand inmiddels 3-2 voor Haarlem. En de routine zet het op. Vivian Neven en natuurlijk Kimke van Iersel. Al langer bij de club spelend. Zetten de aanval op. Hier een vrijbal voor Jimke. Die past subliem op de midvoor. En daar ligt ze, Natasja. En het wordt wel of geen... Ja, wel een doelpunt. Mooie bal, 3-3. En de voorbereiding van het seizoen is goed gegaan? Ja, ging heel goed. Was heel gezellig. Ja? Ja. En gaan jullie erin blijven? In de hoofdklasse? Ja, tuurlijk. Ja? Zeker weten. Ja? Ja, met afstandsschoten zoals de volgende van Irene moet dat zeker lukken. Maar waren er vandaag meerdere mensen met problemen met de scheidsrechter? Het was eigenlijk gevaarlijk met Knippo. Ja, dat was heel aardig tegen me. Hij stuurde er dan uit, maar ik moest wel uit. Je gaf die eerste Knippo of nadat eruit stuurde? Daarna. Ja, dat is wel erg sneaky. Ja. Ja, sneaky of niet. Xi'an brengt het toch in dat vierde partje tot 8-8. En dan wordt het toch nog spannend na de hele wedstrijd achter gestaan te hebben. Is hier de mogelijkheid misschien voor Xi'an om die wedstrijd naar zich toe te halen. En het is een strafworp. Jawel, een strafworp mee voor Natasja Smit. En die gaat die nemen de aanvoers. Oh, Erika. Oh, ze mist. Wat jammer. Oh, wat jammer. Ziet ook het talrijk meegereisde publiek van AZ Xi'an. En dan moeten we helaas deze laatste aanval van Haarlem ook gaan uitzenden met een taterbal. 9-8 voor Haarlem. Wanneer begint de competitie? Nou, volgende week. Tegen? Dus moet iedereen weer komen kijken? Ja, we gaan volgende week aan. In het Zuiderpark. Okay, hoe laat? Om 9 uur. Okay. Nou, dankjewel. Ja, succes. Tegen de vriendin van het broertje van de vriend. Ja. Wat? Nou, tegen de vriendin van het broertje van de vriend. Ah, dus het wordt persoonlijk? Ja, het wordt een familiereizen. En kom dus zaterdag allemaal kijken naar Irene tegen de vriendin van de tante, van het broertje, van de vriend, van de neef, van de zus, van de nicht en van de oom.